Hallo, mijn naam is Charlien Vermeulen. Ik ben werkzaam als adviseur bij De Laval en ik neem jullie vandaag mee tijdens mijn werkdag. Ik ben vanmorgen langs geweest bij een veehouder met één melkrobot die 2 weken geleden is opgestart om hem de eerste informatie te geven over Delpro Farm Manager, ons softwareprogramma. En nu ben ik vandaag op het bedrijf van Laurijsen met 4 melkrobots, ongeveer 1 jaar na opstart. We zijn hier dus nu op het bedrijf van Laurijsen in Merksplas. Hier worden ongeveer 250 melkkoeien gemolken met 4 De Laval melkrobots en een vrij koeverkeerstal. Ik ben hier eigenlijk voor de eerste keer geweest ongeveer 2 weken voor de opstart om alles even te overlopen, welke koegegevens dat we nodig hebben, hoeveel krachtvoer dat er wordt gegeven en zo verder. De dag voor opstart zijn alle instellingen nog eens voor het laatst gecontroleerd en toen was het de grote dag van de opstart van de melkrobots. Die dag was het eigenlijk vlot verlopen dankzij de goede voorbereiding van de melkveehouder, maar ook van de dealer en van De Laval. En dan de eerste dagen daarna is het vooral opvolgen van de productie en ook van het aantal ophaalkoeien. Ongeveer 2 weken na opstart ben ik terug langsgekomen voor de uitleg te geven over het Delpro Farm Manager, ons computersysteem. En ook samen met de voeradviseur om het krachtvoer in te stellen op basis van dagen in lactatie of op melkproductie. En de volgende opvolging is dan eigenlijk afhankelijk van de behoefte van de veehouder. Meestal is dat ongeveer na 3 maanden. Hier was het al eerder, want ze hebben hier ook de Herd Navigator 100 die progesteron meet in de melk. En ze hebben ook de bodyconditiecamera om de gezondheid van de koeien nog beter op te volgen. En daar zijn dus ook weer extra opstarttrainingen aan verbonden. Hallo, hey. Dag Jan, dag Anne, hey. Hallo. We zijn nu ongeveer 1 jaar na opstart. Hoe loopt het op dit moment? De opstart zelf is vrij goed verlopen. Het verbouwen was een immens werk. We hadden vooral gekozen voor robots omwille van rust in de stal en rust voor de boer te hebben. En nu we 1 jaar verder zijn, kunnen we het alleen maar bevestigen dat dat zeker goed gelukt is. De gezondheid van de koeien is veel verbeterd. De vruchtbaarheid is veel verbeterd. De klauwproblemen zijn veel minder. En dat is volgens ons helemaal te wijten aan het feit dat er veel meer rust is in de stal. Vroeger stonden de koeien vrij lang te wachten in de wachtruimte voor de melkstal. En nu kunnen ze op ieder moment van de dag, als ze zelf zin hebben, naar de robots gaan om zich te laten melken. Het is echt mooi om te zien hoe elke koe zijn of haar moment neemt om te melken, te eten en te rusten. Met een opstart is er ook heel veel software bijgekomen. Dat was best wel een intensief puntje om op te volgen. Maar daarin zijn we ook altijd goed begeleid door Charlien, die ons stap voor stap heeft uitgelegd hoe we daar zelf onze eigen weg in moeten vinden. Ja, er komen echt heel veel gegevens op u af. Er komen heel veel gegevens uit de robot. Goed dan, laten we even de resultaten bekijken. Ja. Ik ben wel benieuwd. Ik zie mooie productie, 2,8 melkingen. Ja. De ophaalkoeien zijn vooral einde lactatiekoeien. Ja. Die komen niet meer zo graag in de verse vaarten, maar die leren het wel heel snel. Okay, dus ze zijn er heel snel mee weg. Mooi om te horen. Ja. En ook de boksheid is goed, dus dat gemiddeld ziet er eigenlijk heel goed uit. Ja. Hoe is het met de vruchtbaarheid? Ja, de reproppenmodulen zijn we heel tevreden van. We insemineren onze koeien nu iets eerder in de tocht dan dat we dat vroeger deden. De percentage dracht na eerste inseminatie is heel sterk verbeterd. Zelfs verdubbeld. Amai. Repro laat ook zien welke koeien men kisten, welke eventueel witvuilen. En daar kunnen we dan ook heel snel op inspelen. Repro kan je ook aflezen welke koeien drachtig zijn. Dus we hebben echt ook bij de bedrijfsbegeleiding met de veearts veel minder koeien op controle staan dan vroeger. Ik gebruik dagelijks de vaste lijsten eigenlijk om te kijken welke koeien we dan de dag daarna gaan separeren. Dan gebruik ik ook altijd de repro dagelijks en die zijn gecombineerd met BCS. De MDI die gebruiken we ook om de mastitis detectie index om te kijken welke koeien er eventueel op uierontsteking werken. Goed, fijn om te horen dat het zo goed loopt. Dan merci dat ik kon langskomen. En dan zie ik jullie volgend jaar terug voor het volgende Team Blue opvolgingsbezoek. En moest er iets zijn tussendoor, dan moet je maar bellen. Oké, super. Merci.